Welkom bij weer een nieuwe video over Farming Simulator 25. Vandaag deel ik alle informatie over Farming Simulator 25 dat tot nu toe bekend is. Laten we beginnen bij de release date. Dat is op dinsdag 12 november 2024. De game zal beschikbaar worden voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. De game is tot nu toe te pre-order op Steam, bij retailers en bij Giant Software. Bij het pre-orderen krijg je de McDonald's pack erbij als bonus, een nieuw merk met een nieuwe manier om gewassen te oogsten. Aanschouw hier de items die in de pre-order bonus zitten. Dan is er ook nog een Collector's Edition. Deze is alleen te koop op de farming website of bij retailers. Het toffe aan deze edition is dat je nu je voertuigen kan starten met de USB Ignition Lock. Verder krijg je nog exclusief een Nieuw-Holland CR11 Gold Edition. Deze is alleen beschikbaar in de Collector's Edition. Een speciale kombijn die je kan gebruiken in de game. Het is ook al mogelijk om de Year 1 Season Pass aan te schaffen. Hiermee koop je alle vier de toekomstige DLC's goedkoper en in één keer. Zo zien we hier de vier soorten DLC's. De eerste, Innovative Machinery. De tweede, Performance on Plains and Prairies. De derde, The Stars Align. En de vierde, de grootste DLC met dus een nieuwe map. Giant Software heeft de game engine geüpgraded naar versie 10. Voor degenen die het niet weten, Giant Software heeft zijn eigen game engine. Door de upgrade van de nieuwe game engine zijn er heel veel nieuwe verbeteringen ten opzichte van Farming Simulator 22. Zo krijgen we nieuwe graphics, mist, god rays, een soort raytracing, verbeterde luchtweergave, sterren tijdens de nacht, verbeterde en mooiere maan, tornado's die bomen en gewassen verwoesten, water dat beweegt als je het aanraakt, ground deformation, verbeterde regen, voertuigen die nat kunnen worden, banden die nat en donkerder worden door het water, wegen die nat worden, wolkenschaduw op de velden, volumetric lighting, betere game performance, nieuwe ground textures, nieuwe bosjes, bomen en bloemen en nog veel meer. Daar blijft het niet bij, want onderdeel van de nieuwe graphics is foliage. Hierdoor lijken bomen en gewassen nog voller voor een nog mooier detail. De game modes blijven gelijk aan die van Farming Simulator 22. Zo heb je de keuze uit gemakkelijk, normaal en moeilijk. Uiteraard zou ook multiplayer een mogelijkheid zijn in Farming 25. Gesproken over de vele details, hebben banden ook modder of sneeuw die blijven plakken. Mocht het regenen of je gaat rijden, dan zal het zand of sneeuw langzaam verdwijnen en eraf vallen. Rijd je dus door de sneeuw of modder, dan blijft het dus plakken. Dan komen we aan bij de Animal Dealer. Deze heeft een naamsverandering gemaakt naar Animal Trader. Vanaf nu is het ook mogelijk om vooraf te kunnen zien welke dieren je wilt kopen. De Animal Trader zal een terrein hebben met verschillende kooien waar je alle dieren kunt zien. Dit heeft een nog meer realistisch gevoel in de game.
Zo weten we ook dat we alle standaard dieren uit Farming Simulator 22 gaan terugkeren in Farming Simulator 25. Ook krijgen we nieuwe dieren, waaronder buffels en geiten, en in het bijzonder krijgen we ook babydieren. Denk hierbij aan kalfjes, biggetjes en lammetjes. Genoeg dieren om je boerderij groter te maken. Farming Simulator 25 komt met twee nieuwe mappen. Een US map genaamd Riverbend Springs en een Asian Landscape map. Hierover weten we nog geen naam of hoe deze eruit gaat zien. Meer info volgt hier later over nog. En krijgen we een oude bekende terug, genaamd Zilonka. We hebben dus drie standaard mappen in Farming Simulator 25. Daarnaast krijgen we nieuwe gewassen. Zo weten we al dat we Asian rijst, long grain rijst en spinazie kunnen oogsten. Giant Software liet eerder weten dat we nog meer nieuwe gewassen gaan volgen, maar deze worden op een later moment bekendgemaakt. Uiteraard komen alle gewassen uit Farming Simulator 22 weer in Farming Simulator 25. De rijstvelden zijn via de bouwmodus beschikbaar om te maken. Kies hiervoor een horizontaal veld in de map en gebruik de bouwmodus tool om een soort dam om het veld te maken. Hier kan je later dan weer water aan toevoegen en je hebt een rijstveld. Zo kan je dus in elke map rijstvelden bijmaken. Slot counts, specifiek voor console. Door verbeterde optimalisatie hebben alle voertuigen en objecten minder slot counts nodig ten opzichte van Farming Simulator 22. Om een voorbeeld te geven, een trekker in Farming 22 heeft 8 blokjes en diezelfde trekker heeft in Farming 25 nog maar 4 blokjes. Giant Software spreekt zelf over een verbetering van 45%. Dan gaan we het hebben over balenpersen. Deze hebben een nieuwe optie dat je nu netten moet toevoegen om balen te kunnen inwikkelen. Deze pallets kan je aanschaffen in de shop om zo een voorraad te hebben op de balenpers. Giant Software weet dat niet iedereen het fijn vindt om telkens naar de shop te moeten voor een nieuwe voorraad. Daarom is het ook mogelijk om de balenpers op het land bij te kunnen vullen als je dit fijner vindt. De voorraad spant dan in de balenpers. Een leuk detail zijn de banden in de game. Door gewicht gaan deze wat platter staan naar de onderkant van een voertuig. Daarnaast is ook de audio van de vele voertuigen geüpgraded en klinkt dit net wat echter dan voorheen. Giant Software meldde eerder al dat de voertuigen nog meer details hebben ten opzichte van Farming Simulator 22.
Dan gaan we specifiek over de wegen hebben, want ook deze hebben een upgrade gekregen. Wegen waren altijd eerder een prefab en met de komst van de nieuwe game engine zijn ze nu gelijk aan het landschap. De wegen zijn als het ware een soort gekleurd op het landschap, waardoor ze altijd mee zullen bewegen met dus het terrein daaronder. Dit voorkomt ook gaten tussen de prefab en het landschap wat we eerder zagen in Farming 22. Vele spelers hebben hier lang op gewacht, namelijk GPS. Het systeem dat automatisch het land detecteert en de rijstrook automatisch voor je aanmaakt. Bij dit nieuwe GPS-systeem is het wel noodzakelijk dat je zelf nog gas geeft en remt. Het maakt niet uit hoe groot of verschillend de velden zijn, Giant Software heeft een tool gemaakt dat dit allemaal mogelijk maakt en zal altijd de lijnen voor GPS zelf bedenken, zelfs als je de velden zelf groot maakt met een ploeg. Daarnaast keren de standaardhelpers ook terug, ze hebben een kleine upgrade gekregen, maar zullen zeker niet beter werken dan GPS. Dat betekent dat we twee soorten helpers gaan krijgen, de standaardhelper die we altijd al kennen in de Farming Simulator serie en dus ook het nieuwe systeem met GPS. Ground Deformation. Vanaf nu is het mogelijk om de grond te kunnen bewerken als je daar overheen rijdt. Ground Deformation zal hetzelfde werken als bandensporen om zo performance te besparen. Na loop van tijd zullen bandensporen en bewerkte grond weer resetten. En een leuk detail is het weer. In de koude maanden zal de grond bijna niet bewegen en in de warme maanden meer. Asfalt zal nooit aanpasbaar zijn als je overheen rijdt. Zand en gravel daarentegen wel. Bouwbare boerderijhuizen en fabrieken. Vanaf nu is het mogelijk om dus ook fabrieken en huizen weder op te bouwen met de resources in de game. We wisten natuurlijk al dat we in Farming 22 konden bouwen via de bouwmodus tool en dat zou ook zeker nog kunnen in Farming 25, alleen nu is het dus ook mogelijk om in de map iets op te bouwen. Zie je het als vergelijkbaar met de Farming DLC die we in 22 al hadden met Silveren Forest en het bouwen van de achtbaan. Daar moest je een aantal producten in gooien om zo de achtbaan weer weder op te kunnen bouwen. Uiteraard komen er ook nieuwe producties in de game en ook producties rondom de nieuwe gewassen. Wat dat verder zal betekenen, dat is nog even afwachten, want dat is op dit moment nog niet bekend. Voorheen was het altijd mogelijk om je producten eindeloos te verkopen in Farming Simulator. Maar in Farming Simulator 25 zal dat veranderen met de Farmers Market. Hier kan je straks je producten verkopen, maar hoeveel je kan verkopen hangt wel af van de vraag van de winkel. Dat betekent dat je dus niet meer eindeloos je producten kan blijven verkopen en dit maakt het wel realistischer in de game. Overal krijgt Farming Simulator 25 meer dan 400 machines en meer dan 150 verschillende merken. Later volgen er nog meer voertuigen in de toekomstige DLC's en niet te vergeten, mods keren uiteraard terug in de modhub. Dat waren alle details over Farming Simulator 25 die tot nu toe bekend zijn. Weet dat er nog meer gaat komen in de komende weken en daar zal ik ook uiteraard een video over maken. Nu ben ik vooral benieuwd naar jullie meningen over deze game en mocht je vragen hierover hebben, stel ze vooral in de reacties.
reacties. Dan kan ik deze zeker voor jullie beantwoorden. Bekijk ook vooral de link in de beschrijving. Daar kan je namelijk Farming Simulator 25 nu al pre-orderen. En ik zou het waarderen als je mijn link daarvoor wilt gebruiken. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En ik kan niet wachten tot Farming Simulator 25 officieel gaat uitkomen. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie graag jullie reacties en meningen tegemoet.